allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een Primark Shop Met Mij video. Zeker natuurlijk in deze tijd is het heel erg fijn om te weten, is het waard om naar de winkel te gaan, ja of nee? Dus op deze manier kun je even een kijkje nemen wat er op dit moment in de winkel ligt, of het voor jou waard is om te gaan, ja of nee? Dus vandaar dat ik in deze video weer de hele winkel heb gefilmd. Ik ga alles laten zien, van kleding tot beauty tot tassen, alles komt voorbij. Voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En met dat allemaal gezegd hebben, laten we dan nu in de beelden gaan duiken. Nou, hier zo zijn we dan bij de Primark in Eindhoven. We gaan meteen beginnen met alle herfst- en winterkleding waar we gelijk door worden begroet. Ze hebben echt hele leuke wandjes nu met heel veel herfstige tinten. Maar hoe het nu zit met de maatregelen is dat het nu strenger wordt gedaan. In elk geval bij Eindhoven bij de deur. Ze zijn nu echt aan het tellen wie naar binnen en buiten ging. Dat deden ze al de afgelopen tijd niet meer. Nu weer wel. En je moet nog steeds je handen desinfecteren bij de ingang. Ik weet alleen even niet hoe het zit met pashokjes. Hier zo laat ik een jas van de hanger vallen. Maar ik doe even moeilijk. Deze was 40 euro. Maar ik weet dus niet echt hoe het zit met pashokjes op dit moment. Volgens mij zijn ze nog gewoon open. Alleen is het nu wat strenger met hoeveel mensen naar binnen en buiten gaan van de Primark. Dus het kan zijn dat als je langs gaat dat er een rij buiten staat. Wel hebben ze daarvoor ook op de grond lijnen aangegeven waar je aan moet houden dat je 1,5 meter uit elkaar blijft. Maar op dit moment hebben ze in elk geval echt super veel leuke chunky truien. Allemaal rond de 17, 20, 15 euro sommige. Ook hebben ze nu deze. Ik vond het heel erg leuk met die poefmouwtjes in een oud roze kleurtje voor 17 euro. En ook al waren er simpele kersttruien echt geweldig. Ik heb zoveel zin in kerst, jongens. Nu ik eindelijk heb geaccepteerd dat Halloween bijna voorbij is, heb ik zin in kerst. En deze waren allemaal 9 euro. Echt heel erg budget. Ik vond deze het leukste met de pinguïn. Maar ze hadden ook deze van een beertje. En ze hadden hem ook van deze uil. Allemaal 9 euro. Dan ook hebben ze natuurlijk allemaal lange truien, vesten, maar ook jurkvarianten daarvan bij de Primark. En dat zijn altijd mijn favoriete dingen, want die kun je gewoon lekker aangooien. Ben je super comfortabel, maar je ziet er nog steeds leuk uit. En dan laarzen, panty en je bent helemaal klaar om de deur uit te gaan. Ook hadden ze deze trui met allemaal pareltjes erop, hadden ze in deze roze kleur en in het grijs-zwartig. Het was een hele donkere grijs, maar het kwam niet echt over op de camera. Ze hebben ook echt heel veel oud roze voor de herfst- en wintercollectie, wat ik persoonlijk echt heel erg leuk vind. Maar hier zo gaan we gewoon even lekker langs alle kleding lopen en alles wat ze nu hebben uitgestald qua de nieuwe lijn. Dan ook deze schoenen vond ik echt geweldig. Het is dat ik al echt heel veel enkellaarsjes heb en zulke soort laarsjes. Ik ben er gewoon dol op. Maar deze waren zo vet. Met de studs en de stenen erop. En deze wordt verkocht voor 22 euro en zijn de Comfort Fit. Dus hebben wat meer steun dan andere schoenen van de Primark. Heel, heel erg leuk. En ook hier tussendoor hingen allemaal jassen. Wel kwam ik er later achter dat op de tweede verdieping in Eindhoven ze letterlijk alle jassen hebben hangen. Dus als je naar Eindhoven gaat, doe geen moeite. Want alle jassen hangen boven allemaal bij elkaar. Is veel makkelijker.
Dan ook hebben ze nu allemaal mondkapjes te koop. En die zijn wel echt heel erg leuk. 3 euro voor 2 paar is niet duur. En ze hebben allemaal verschillende motiefjes. Ook boven hadden ze nog andere hangen dan deze. Dus hebben nog meer opties. Maar ja, dat vond ik wel echt een heel leuk idee van de Primark. Een beetje fashionable versie van de mondkapjes. Aangezien we het nu ook nodig hebben in winkels tegenwoordig. Dan zag ik nu ook weer nieuwe Stranger Things kleding. Ik weet niet zo goed, komt er weer een nieuw seizoen aan binnenkort? Ik weet het niet. Ik moet zeggen, ik heb het derde seizoen nog steeds niet gekeken. Ik vond de eerste twee seizoenen wel heel erg goed. Alleen er blijft echt maar nieuwe Stranger Things kleding uitkomen. Terwijl volgens mij een beetje de hype al over is. Sorry als ik het verkeerd heb. Wel een hype die nog steeds heel erg leeft is Billie Eilish. Ze hebben nu een hele lijn van haar. Deze hele wand hing ermee vol met bijpassende accessoires. Ik vond deze haarband echt heel erg tof, heel chunky. En die werd verkocht voor 3 euro. Maar ze hebben dus Billie Eilish shirts, truien, joggingbroek, echt van alles en nog wat. En ook deze bucket hats die zij ook heel erg vaak draagt. Dus als je fan van haar bent, hebben ze nu een hele lijn bij de Primark. It's like time has stood still. Dan ook deze strik vond ik echt geweldig. Zo cute. 3 euro. En ze hebben nu heel veel verschillende strikken boven. Daar komen we straks. Maar ik vind dat echt een hele leuke trend. Ik weet alleen niet of ik het zelf zou dragen. Want ik heb vaak dat ik mijn haar gewoon los draag. Of ik wil geen moeite doen voor mijn haar. Maar ik vind het idee wel echt heel erg leuk. Dan zoals ik al zei, dit is de tweede verdieping en hier hingen alle jassen. Het was letterlijk de helft van deze verdieping gevuld met alle verschillende jassen, ook die beneden hingen. Dus hierzo ben ik even lekker tussen gaan neuzen, want ik wilde heel graag een nieuwe winterjas. En hier zo achter hadden ze ook alle leren jasjes en zo hangen en ik vond deze heel erg leuk. 30 euro waren deze en de nep leren was 17, maar die velvetachtige die waren 30. Dan ook op deze verdieping hebben ze nu heel veel jurken in de korting. Ook gewoon met lange mouwen en zo. Dus die kunnen ook prima voor de herfst. En die zijn dus nu allemaal in de sale. Dus zeker even bekijken waar. Trouwens, als je nog niet geabonneerd bent, vergeet vooral niet te abonneren. Want echt superveel mensen die deze video's kijken zijn niet geabonneerd. En ik zou het heel erg leuk vinden als je erbij komt. En samen met mij lekker winkels gaat verkennen en shoplogs en van alles en nog wat. Ik maak allemaal leuke dingen op dit kanaal. Dus ik zou je heel graag erbij willen hebben.
Dan dit jurkje vond ik echt heel erg leuk. Heel erg simpel, maar makkelijk. Het was 19 euro. En hier zo tegenover zag ik ook deze oud-roze velvetachtige jasje hangen. Deze zijn dus 30 euro. Ik moet zeggen, ik heb ze aangepast omdat ik ze zo leuk vond. Maar aan zijn ze niet heel erg mooi, omdat de stof is vrij dun. Dus het blijft letterlijk aan al je kwapjes en dingetjes hangen. En als je er iets onderaan hebt, zoals een trui, dan zie je letterlijk alle bobbels er doorheen. Waar ik gewoon echt geen fan van ben. Dit jurkje was ik wel fan van. Ik vond deze heel erg leuk. Deed me denken aan een jurkje die ik heb van Shein. Dan ook hebben ze nog steeds de fietsbroekjes hangen. Dus ik denk dat dit een beetje de laatste kans is. Want meestal bij de herfst-wintercollectie halen ze de fietsbroekjes weg. Ik draag ze persoonlijk ook altijd in de herfst. Omdat ik hou van jurken dan nog steeds dragen. Dus ik draag daar altijd onder. Het is heel erg fijn als het waait en zo. Hoef je er geen zorgen te maken dat iemand je ondergoed ziet. En daar hing ook deze trui. Die vond ik heel erg tof. Was 15 euro. En hier zo hadden ze ook van die lange sweaters die je als jurken kan dragen. Dan ook bij de haaraccessoires hadden ze nu alle kerst- en oud- en nieuwspullen al hangen. Dit is altijd wel een beetje het moment dat je het beste kan kopen bij de Primark. Want vaak gaan die dingen best wel hard. Ik weet natuurlijk niet hoe het nu zit met het virus. Of het dan net zo hard gaat. Maar ik weet nog dat ik vorig jaar eentje had gezien die ik heel erg leuk vond. Maar de week daarna dat ik ging was die er al niet meer. En toen ben ik telkens gaan kijken, maar hadden ze hem telkens niet meer. Dus dat was wel jammer. Ook hebben ze nog steeds alle bling bling extra dikke grote haarbanden. Sommige zijn nu in de sale. Is persoonlijk niet echt mijn ding, maar ik laat het weer voor jullie eventjes zien. Wat wel mijn ding is, zijn deze haarstrik. Ik vind het zo leuk, jongens. Ze hebben zoveel verschillende opties. Heel erg betaalbaar. En ja, allemaal verschillende stijlen. Dus misschien is de een niet je ding en de ander wel. En ook sommige heel groot, zoals deze zwarte voor 3,50. Maar ook kleinere hangen ertussen. Heel erg leuk. Dan ook bij de sieraden vond ik weer andere kerstspulletjes aan een andere kopse kant. Dus daar ga ik eerst even langs. Daar hangen ook de oorbellen voor kerst en dergelijke. En dan gaan we echt duiken in de normale sieraden. Ik vind het altijd wel leuk om hier tussen te neuzen. Bij mij is het persoonlijk een beetje hit of miss bij Primark. Soms vind ik echt helemaal niks wat ik leuk vind. En soms vind ik best wel wat. Dit keer hingen er best leuke dingen tussen. Zoals deze sterretjes oorbellen voor 4 euro vond ik echt heel heel erg leuk. And I can't believe how you don't see it.
Dan ook verkopen ze nu neuspiercings, wat echt heel erg cool is. Nou moet ik wel zeggen, dit zijn degene met zo'n klein verdikking aan de achterkant. Ik ben daar persoonlijk niet zo fan van. Als je neuspiercing hebt, dan weet je dat waarschijnlijk al. Maar dit zijn van die dingen, als je dan niest, dan ben je hem kwijt. Ik hou persoonlijk onderhand, na een lange tijd draag ik eigenlijk altijd een labret in mijn neuspiercing. Want die schroef je echt vast. Dus met slapen en dergelijke en met niezen verlies je ze niet. Werkt nog beter dan degene die zeg maar kronkelt. Maar ik hoop wel dat ze ermee doorgaan met meer piercings uitbrengen. Want ik vind het wel heel erg cool. Dan gaan we nu nog eventjes langs de horloges en de armbandjes. Dan gaan we naar alle mutsen, sjaals en al die dingen. Ze hebben zoveel, jongens. Alle mutsen zijn een beetje tussen de 3 en 6 euro ongeveer. En er zitten hele toffe tussen. Van de simpele beanie tot wat meer extravagante versies. En ook de wintersjaals zijn er allemaal. Ze hebben deze hele dikke chunky die ik echt geweldig vond. Ze hebben superveel opties, verschillende kleuren. En deze zag ik toen en die vond ik echt prachtig. Hele mooie herfstige kleuren. Werd verkocht voor 9 euro volgens mij. Ik heb het niet in beeld gebracht. Volgens mij 9 euro. Dan ook hebben ze alle kerstmutsen al hangen van de elf en kerstman. Dan bij de tassen laten we beginnen met wat nu in de sale is. Lopen we eventjes langs en dan gaan we nog langs de rest van de tassen. Ik moet zeggen, op dit moment was er niet heel veel nieuws. Dus daar gaan we niet heel erg lang aan besteden. Want ze hadden in Eindhoven het tasgedeelte ook echt een heel stuk verkleind. Dus dat is wel jammer. Veel minder opties op dit moment. Wat ze nu wel nieuw hadden waren deze soort van weekendtassen. En hier was ik wel een beetje over aan het twijfelen eerlijk gezegd. Want ze zijn niet zo duur en heel erg mooi. En ik dacht deze vooral van Mickey vond ik echt geweldig. Was maar een paar euro duurder dan de normale. Maar ik dacht dit is super handig bijvoorbeeld als hondentas. Als puppytas. Als we haar mee zouden moeten nemen in het begin ergens anders naartoe of zo, dat daar haar spulletjes in zouden kunnen zo'n tas. I'm asking you who's gonna make it.
En dan gaan we naar pyjama's. Ik hou van de Primark pyjama's. Ik heb ook weer gekocht toen ik hier zo was. Een paar. En ik ben er gewoon echt dol op. Ze hebben nu dus ook een hele kerstlijn. Ik moet zeggen, ik denk dat ik daarvoor nog terug ga. Want ik heb geen kerstpyjama gekocht. Maar dat vind ik wel heel erg leuk voor in december om thuis te dragen. Maar ze hebben echt hele cute opties van Disney. Ook geen Disney. Het is net wat je wilt. Maar van Winnie de Pooh heb je er ook tussen zitten en zo. Echt geweldig. Dan ook hebben ze weer nu een heel rek met mijn favoriete badjassen die de Primark doet. Dit zijn de meest fluffy zachte badjassen die je ooit in leven voelt. Als je een badjas wil kopen, koop deze. Dit zijn de loshangende badjassen. Ze hebben ze ook in sets die dan opgevouwen komen, maar die zijn echt veel minder comfortabel. En ook hebben ze deze pyjama sets. Dan gaan we nu naar het woongedeelte. En daar zo hebben ze natuurlijk ook al helemaal kerst. Jongens, ik word er zo blij van. Ik heet niet voor niks Noël. Voor de mensen die dat niet weten, mijn naam betekent kerst in het Frans. Maar ze hebben echt hele leuke dingen en het kost helemaal niks. Ik vond deze zo ontzettend schattig. En deze kostte maar 7 euro. Als je naar een tuincentrum gaat, zijn deze dingen echt super duur. Echt belachelijk duur. Maar ze hebben echt hele leuke decoratiedingen, ook voor in je kerstboom. En ook van Disney, daar gaan we ook zo in duiken. Dus er staan hele leuke dingen. Dit zijn trouwens de notenkrakers. Ik vind ze altijd wel leuk, maar wat heeft notenkraken met kerst te maken? Laat mij alsjeblieft weten, want ik heb eerlijk gezegd geen idee. Je ziet ze altijd overal. Maar wat heeft het te maken met kerst precies? Kent iemand de geschiedenis? Laat vooral achter in de comments hier beneden. Ik zou het heel graag willen weten. Ook hebben ze deze kussenhoezen voor 4,50 speciaal voor de kerst. Heel erg leuk. En ook hebben ze dus versieringssets, heel erg makkelijk, voor 6 euro. Zit zelfs een piek in en al. Dan ook hebben ze slingers en heel veel, ja deze vond ik ook heel erg leuk. Deze mok van een elf, die vond ik echt super grappig. Het is dat ik geen thee of koffie lust, maar deze was 6 euro. Dan ook, zoals ik net al zei, hebben ze ook thema kerstversiering. En hier zo hebben we deze grote bobbels van Harry Potter. Maar je hebt ze ook dus van hier zo is van Belle en Beest. En dan kan je eigen naam opschrijven. Heel erg leuk. Dit krijg je een heel setje van. En deze kost maar 4 euro. Maar je hebt ze dus van heel veel verschillende figuren. Dus Harry Potter, Disney, van alles en nog wat. Dus je kan een heel thema kerstboom maken. Ik vond deze echt geweldig. Van Mickey. Ik zou heel erg graag ooit een Mickeyboom willen maken. Want ze hebben daar echt de leukste dingen van bij de Primark. Ook kerstdekentjes voor op de bank. Je kan letterlijk gewoon je hele huis transformeren op dit moment bij de Primark. Wat ik zelf echt heel erg leuk vind. Thank you.
Dan komen we een beetje bij de Disney Home spulletjes. Daar vond ik onder andere deze cushion van Angel van Lilo en Stitch. En ook hadden ze van Angel een kruikje. En ik baal eigenlijk dat ik hem niet heb meegenomen. Want ik ben dol op kruikjes, zeker nu het kouder wordt. En deze wordt verkocht voor 9 euro. Echt superleuk. En ze hadden dus nu heel veel nieuwe Stitch dingen. En waaronder deze sponsjes en zo. Echt. Ik vond het allemaal geweldig. Het kost allemaal niks. En je hebt het allemaal niet nodig. Maar dat is de Primark, hè. Dan vult je mandje snel. Qua Harry Potter helaas echt bijna niks meer. Ik hoop nog steeds op als de nieuwe film komt. Dat er weer nieuwe Harry Potter en Fantastic Beasts spullen zullen komen. Maar op dit moment was er niks nieuws. Wel hebben ze nog steeds allemaal Funko opties. Hier zo ben ik moeilijk aan het doen op zoek naar de prijs. En hier zie ik hem. Hij is 12 euro. En dan gaan we nu een beetje in het normale home gedeelte duiken. In alle decoraties en dingetjes. Ik vond deze bakjes heel erg tof. Mooi ontwerp. Ik vond die bobbeltjes heel erg leuk. En deze was 12 euro. Een set van 2 met spiegels erin. Dan ook hadden ze van hetzelfde ontwerp van die gouden bakjes die ik net liet zien, ook deze. Die was wel echt prachtig. Ik heb er gewoon echt geen nut voor alleen, dus ik heb hem niet meegenomen. Maar 7 euro, heel heel erg mooi. Die vond ik echt heel erg mooi. Dan ook hadden ze nu allemaal nieuwe hondenkleding, jongens. Ik werd echt een beetje gek om deze Stitch. Hij was alleen best wel duur. Hij was wel geweldig, moet ik zeggen. Volgens mij werd hij verkocht voor 12 euro. Komt het in beeld? Ik weet het niet. Ik laat hem hier aan Luc zien. En hij was echt zo van, mens, schiet op. Nee hoor, hij is aardiger tegen mij. Maar ja, ze hebben echt heel veel leuke hondenkleding. Er hangt ook nog een beetje sale. Maar ze hebben zelfs kerstoutfits en alles en nog wat. Het is echt geweldig. We were walking on the sidewalk when we bumped into this person that I knew. You thought it was an old flame, but I told you it's not, so let it go, it go. I try to make you see that I would not betray you in a million years. Bij Schijfwaren was het heel erg teleurstellend, als ik eerlijk ben. Ze hadden nu een hele stand minder. Ze hadden 1 weggehaald. En er was eigenlijk bijna niks over. En allemaal een beetje hetzelfde als wat we de afgelopen tijd hebben gezien. Dan gaan we dus maar gelijk door naar de schoenen, omdat er niks nieuws was. En ze hebben nu allemaal toffe laarzen opties. Lange laarzen, enkellaarsjes. Echt heel veel leuk. Deze vond ik echt prachtig. Ik kwam er zelf alleen niet in met mijn dikke kuiten, maar heel erg mooi. Een bruine en een zwarte versie. We hang out. I got better.
En dan als laatste gaan we nog ook even langs het beauty gedeelte kijken of daar wat nieuwe dingen zijn. Als eerste ga ik kijken bij alle nepnagels natuurlijk, mijn favoriete gedeelte. Er was eigenlijk in dit gedeelte niet heel erg veel nieuws. Vrijwel hetzelfde. Dus hier loop ik een beetje vlot langs. Maar ik heb een tijdje geleden nog een beauty afdeling. Echt gewoon alleen een beauty Primark video opgenomen. En dan ga ik er echt in diepte allemaal doorheen. Maar dat heb ik allemaal al gedaan. Dus ik ga nu meer filmen wat nieuw is. En wat ik dus nog niet heb gezien. Dus als je echt in diepte wil waar ik nu overheen ga. Daar heb ik al een video van op mijn kanaal. Dus die kan je ook gerust hierna gaan kijken. Wel nieuw was deze lijn en ik vond het geweldig. Het was allemaal sparkly en roze. Deze verpakking vond ik echt super tof. Ik kreeg hem alleen niet open met één hand. Dus dat ben ik hier moeilijk aan het doen. Maar hier zit een manicure setje in het rosé goud. Geweldig. En nagelveldjes, van alles en nog wat. Na het filmen van deze heb ik hem wel dicht gedaan hoor. Voor het geval mensen zich afvragen. Maar ik wil eerst gewoon eventjes aan één stuk door voor jullie filmen. Ook hebben ze nog steeds wat skinny dip items in samenwerking met Primark. Maar die zijn ook in prijs verlaagd. Waren 12 euro nu 10. En deze super extra borstel die ik echt geweldig vond. Zo extra. Was 5 euro. Dan ook viel mij nu bij de tools op dat ze deze nieuw hadden. In elk geval, ik had hem nog in één keer gezien. Dat is namelijk deze mini hair straighteners. Sorry dat ik spullen vasthoud, maar Luc was er vandoor met mijn tas en ik kon hem niet vinden. Dus ik heb spullen vast die ik wil kopen. En ook bij de beauty is het altijd waard om even bij de sale te kijken. Er zitten soms hele leuke dingen tussen. Dus wel eventjes goed kijken dat het niet gebruikt is. En als laatste loop ik nog heel eventjes langs de aparte wand. Deze zit heel gek. Deze zit namelijk aan de overkant van het beautygedeelte in Eindhoven. En hier zo zitten altijd de speciale nepnagels. Ik vond deze geweldig met een vlammetje. En ze hebben heel veel leuke nieuwe opties. Dat viel me heel erg op. De laatste tijd, echt de laatste maanden, was er bijna geen verandering in. Maar nu hebben ze heel veel nieuwe leuke nepnagels. Dus dat is wel echt een pluspunt. Dat was het dan voor het hele shop met mijn gedeelte. Ik ben ook daarnaast echt heel erg goed geslaagd voor een nieuwe herfst/winterjas en laarzen. Echt van alles en nog wat. Dus een hele grote Primark shopblog komt ook binnenkort online op dit kanaal. Dus als je nog niet geabonneerd bent, vergeet hem vooral niet om te abonneren. Dat is dus hier beneden maar één druk op die rode knop. Helemaal gratis. En dan zie je binnenkort ook de grote Primark shopblog voorbij komen. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!